Annemans. Voorzitter, ik had verwacht dat meneer Terwinge ook zou spreken, maar ik neem aan dat hij dus par persoon interposé vertegenwoordigd is door de spreker van de N-VA. Dus dan ga ik mij hier toch nog even als Vlaams Belang mengen in het debat. Meneer Jan Bon, wij gaan uw motie ondersteunen. Ik vind dat ook wel eens nuttig dat we hier een debat over houden. Ik zou bijna zeggen, eindelijk. Dat zou niet alleen nuttig zijn, maar ook noodzakelijk. Ik ga me overigens ook niet bemoeien met de interne N-VA-aangelegenheden. Meneer Bourgeois vond het hele ding geen debat waard gisteren, behalve dat hij fascist genoemd werd. Maar voor de rest, inhoudelijk, vond hij het geen debat waard. En meneer Jan Bon vindt het wel een debat waard. Nu, ik vind het ook een debat waard. Ik vind het allemaal een debat waard. Overigens, collega Jan Bon, aan het adres van meneer De Wever en van meneer Bourgeois. On est toujours le fasciste quelqu'un, je moet u daar niet zo druk over maken. Dat wint op den duur. En dus, je hebt hier terecht gezegd dat dat niet de kern van het debat is. Maar ik heb wel begrepen in de media dat dat het debat was voor meneer De Wever. Ik heb begrepen in dat rapport van de Assemblée Nationale, als hij zo lang mag uitweiden over de reden waarom hij het cordon sanitaire respecteert, dat hij nog altijd vindt, De Wever, dat ik een fascist ben. Dus, maar ik herhaal, men is altijd een fascist van iemand. Maar mijn vraag is natuurlijk, collega's van de N-VA, wanneer gaat je het nu eindelijk eens leren? Waarom wilt je met deze man een debat over de vraag waarom hij het niet gehad heeft over de pariteit in de federale regering, of waarom hij het niet heeft gehad over de toegevingen in zaken BHV? Terwijl je toch zeer goed moet geplaatst zijn na al die maanden onderhandelingen, jaren onderhandelingen met die Franstaligen, dat de Franstaligen in België dat die een habitus en een houding en een redeneertrand hebben die vergelijkbaar is met een klikfonds. Wat zij hebben, daar wordt niet meer over gesproken. En dan gaan zij verder naar het volgende. U hebt dat mechanisme trouwens zelf moeten ondergaan wanneer u in zaken BHV, ondanks uw grote verkiezingsoverwinning, niet in staat bent geweest om u te houden aan de belofte die we allemaal hadden gedaan aan de kiezer, dat er over BHV niet onderhandeld werd. Er werd wel over BHV onderhandeld, ook door de N-VA trouwens. Dus ik zou zeggen, maak u niet al te druk over al die passages. Ik vind dat rapport eigenlijk niet zo heel erg. Ik vind dat een goede zaak dat er in Parijs nu eindelijk openlijk gezegd wordt dat het ver afgelopen is met de Belgische staat. Dat onze Franstalige collega's daar in Parijs aan de Parisiërs en aan de Fransen duidelijk maken dat er in Vlaanderen een bewustzijn zou kunnen groeien waardoor dat land moet opgegeven worden. Ik vind dat helemaal niet erg dat dat in een rapport van de Assemblée Nationale staat. Ik vind dat een uitstekende zaak en ik verbaas mij alleen maar over uw verbazing. Want meneer Flauw, zegt u, die gebruikt FDF-taal, maar dat is helemaal niet waar in zaken de taalwetten en de toepassing van de taalwetten door Vlaanderen. Spreekt hij de taal van al die Franstalige collega's? Die zijn allemaal samen eensgezind altijd van mening geweest dat de meest radicale versie de juist radicale versie moet zijn, terwijl wij in Vlaanderen nog versukkeld zitten in debatten van hoe radicaal mocht je zijn en is te radicaal, niet veel te radicaal en die is meer. Dus ik roep u op, collega's van de N-VA, laat dat allemaal achterwege. Geef het op in godsnaam. Ik was verbaasd als ik zag dat uw Vlaamse regering vorige week, wanneer was het, een handvest, een goddegarme, een grondwet voor Vlaanderen. Dat mocht dan niet grondwet genoemd worden. Dat moest een handvest voor Vlaanderen worden. En artikel 1 van dat handvest, daar hebt u de moeite gedaan om in het systeem te blijven, niet te radicaal te zijn en te zeggen, eer artikel 1, Vlaanderen is een deelstaat van de federale staat België. Hoe braaf kunt je zijn? Artikel 2, Vlaanderen is gebonden door de federale grondwet. Maar wat wilt je nu in feite? Zeg het, wilt je met België voort? Dan moet je niet klagen dat je met die Franstaligen blijft zitten die u in Parijs achter uw rug gaan bezwadderen. Als je echt iets wilt veranderen, verlaat dan heel dat gedoe en laat het achter u zoals wij al jarenlang geleden hebben gedaan, ook al hebben wij daar onze prijs voor betaald. En dan Flauw, collega's van de N-VA, hoe kunt u daar nu in godsnaam over beklagen? Wie heeft Flauw daar gezet? Tot mijn verbazing. Nadat we, ik wil de VLD niet Vlaamsgezinder voorstellen dan ze was, maar goed, heel die periode Verhofstadt heeft ze tenminste een Vlaming Kamervoorzitter gehouden. En het is de N-VA die dat heeft opgegeven. Dus wij moeten ons nu niet over het voorzitterschap van de Kamer gaan beklagen als u in een akkoord gezegd hebt dat die Flaho, waarvan je, want ik herinner mij nog dat debat hier, dat ik kon verwijzen naar een column van Bart De Wever en waar dat ik kon, ik heb nu mijn...
Ja, maar voorzitter, ik rond af. Maar het is in uw voordeel, dus geef mij nog een minuut. U had het erediploma van dokter honoris causa aan Kabila gegeven. En de Wever die schreef toen dat die vermaning in een democratie die naamwaardig had Flau al lang zijn boeltje moeten mogen pakken. Maar niet zo in België van die Rupo en van zijn PS. Dat heb ik hier voorgelezen toen u met een meerderheid zo groot als deze Kamer hebt gezorgd dat die man voorzitter van de Kamer kon worden. En dus nu komt u zeggen dat hij niet geschikt is in deze democratie. Ik vind dat een paradox. Geef dat allemaal op. Je zou beter uw energie steken in het wenden van uw partij in de richting van een ordelijke opdeling van België. Bedankt, meneer Annemans.